Oké, dit is dus letterlijk de derde keer dat ik deze video probeer op te nemen. De eerste keer had ik het gedaan met de GoPro, maar de GoPro is goed op zich voor buiten met veel licht, maar ik zat binnen in een kleine ruimte met weinig licht, wat dat dan niet zo'n goede beeldkwaliteit geeft. De tweede keer had ik het wel met de XE3 al opgenomen, maar dan zat ik juist aan een raam op een bewolkte dag en kwam de zon midden in de opname, de zon er plotseling door, dus was alles serieus overbelicht. Dus vandaag, nu op dit moment, de derde poging, hopelijk goed. Dus waar gaat het over? Het gaat over de... Dus ik heb over de X-T2 heb ik eerder al opname gemaakt waarbij ik vertel wat dat mijn liefst gebruikte instellingen zijn voor het maken van video. En dit is gelijkaardig, alleen zijn het nu mijn favoriete instellingen voor het maken van foto. Dus voor het fotograferen met de X-T2. Maar ook de X-T1 en de X-T3. Dus dat zijn zo goed als dezelfde vormgegeven camera's. Dus die instellingen zijn gelijkaardig. Ik ga het niet hebben over de menufunctionaliteit en de menu. Ik ga daar geen instellingen over lopen. Ik ga het echt hebben over puur de instellingen voor het maken van een foto. En het voordeel van die X-T1, X-T2 en X-T3 is dat daar ook alles kan ingesteld worden met knoppen. Voor zover het een R-lens is, daar kom ik zo meteen op terug. Eigenlijk het eerste wat ik doe als ik... Er zijn twee dingen die ik eerst instel voor ik de belichting instel. En dat is het autofocus systeem en de drive modus. Ja, dat is de jongste die aan het spelen is met paarden. Dus de drive modus, dat is, als je de ISO-knop hebt, deze ISO-knop. Daaronder zit ook een instelling die je kan verplaatsen. En daar, dat is de drive modus, die kun je instellen op video, bracketing, continuous high, continuous low of single en nog een paar functies. Maar ik zet die voor foto's zo goed als altijd op de IS van single. Dan gaat hij dus één enkele foto maken als je afdrukt. En als je die ontspanner ingedrukt blijft houden, dan zal die nog altijd maar één foto maken. Als je daarentegen voor sportfotografie soms handig. Zolang dat je indrukt foto's wil kunnen blijven maken, kun je de continuous high en de continuous low altijd gebruiken. Nu, zelf als ik die continuous functie gebruik, gebruik ik zo goed als altijd de continuous low, want de continuous high is denk ik iets van 11 frames per seconde of zelfs 14 als je er een extra batterijgrip op aangesloten hebt. Dus dat is voor mij zijn al veel te veel foto's om dan achteraf te selecteren. De andere knop die ik op... Ik ga ook filmen. Dus de andere instelling die ik op voorhand instel is de focusmodus. Dus ik gebruik bijna altijd automatische focus. Je hebt hier een knop met de M van manueel. Als je de manuele focus gebruikt, dan moet je dus hier via de scherpstelling op de camera scherpstellen. In de zoek krijg je wel een aanduiding van het scherpstelgebied, afhankelijk van uw gekozen diafragma ook. Meestal gebruik ik de IS van single focus, dus dan gaat hij gewoon als ik half indruk een focus, een scherpstelling zoeken, als hij die gevonden heeft, daarop vast blijven staan. En zolang dat je de ontspanner half indrukt houdt, gaat die focus niet meer veranderen. Het is pas als je loslaat en opnieuw half indrukt, of als je de foto volledig door de ontspanner volledig in te drukken de foto maakt, het is pas dan dat je terug een nieuwe focus gaat bekomen. Dat kun je heel gemakkelijk door hem ingedrukt te houden, half ingedrukt, opnieuw een kadrage maken. De andere instelling is de C van Continuous. Bij de Continuous autofocus, dan ga je eigenlijk, zolang dat die ontspanner half ingedrukt houdt, gaat het focussysteem blijven proberen scherpstellen. En dat is dan vaak voor sportfotografie in combinatie met de instelling die dat wel in het menu moet gebeuren voor tracking en dergelijke meer, dat hij bepaalde objecten gaat volgen. Proberen volgen. Dat zijn zo de instellingen die eigenlijk losstaan van de belichting, die ook moeten gebeuren. En die staan bij mij bijna altijd alle twee op is single van single shot en single van single focus. Dan, als we gaan kijken naar de belichting, dat wordt bepaald met die knoppen, die draaischijven, samen met ook de diafragmaring. Meestal zal ik op voorhand een bepaalde ISO-waarde vastzetten. En dan zal ik met de twee andere waarden, zijnde de sluitertijd hier en de diafragma-waarde, gaan spelen om mijn belichting goed te hebben.
De ISO-waarde kun je kiezen op basis van hoeveel licht dat er is. Als je buiten fotografeert op een zonnige dag heb je al een ISO-waarde 200, vaak meer dan genoeg. Als je daarentegen binnen fotografeert, ga je eerder naar ISO-waarde 400 gaan, misschien zelfs 800, misschien zelfs 1600. Voor mij het maximum voor in kleur te fotograferen is zo die 1600. Ik ga soms hoger zijn de 3200 en 6000 filmen, maar dan ga ik bijna altijd mijn foto's in zwart-wit nemen, omdat je dan kleurruis krijgt, dus ruis op in de kleuren, verschillende pixels die verkeerde kleur aannemen. En in zwart-wit valt dat veel minder op, omdat het kleurruis is en in zwart-wit heb je die kleur niet. Maar dus meestal ISO-waarde 200 of 400 op een bewolkte dag als er echt niet veel licht is buiten en dan binnen vanaf 400 of meer. Hoe lager hoe beter natuurlijk is sowieso. En dan ga ik dus met de combinatie van de sluitertijd en de diafragmawaarde mijn belichting verder gaan bepalen. En dan is het een klein beetje afhankelijk van wat ik wil fotograferen, want ze hebben beide een totaal ander effect op het beeld. Als het iets is waarvan ik bijvoorbeeld als een snel bewegend object waarvan ik de beweging wil bevriezen, dan ga ik een heel korte sluitertijd nemen, hier dus een heel hoog getal. En deze kan echt tot een 8000, die kan eigenlijk zelf nog hoger dan een 8000 gaan. Die kan, als je de elektronische sluiter gebruikt, dan kan die nog hoger dan die 1/8000ste. En als ik daarentegen juist wil dat mijn bewegend onderwerp bewogen in beeld komt, dan ga ik bijvoorbeeld een 60ste gebruiken. Eigenlijk de minimumwaarde die ik gebruik is meestal een 60ste, over het algemeen ga ik niet lager. De regel is de brandpuntsafstand 1 gedeeld door de brandpuntsafstand als minimum, omdat dat ook afhankelijk is van je brandpuntsafstand. Dit is een 35, dus 1 op een 35ste. Eigenlijk moet je omrekenen naar klein beeld, denk ik. Dus het is, het is ongeveer 50 mm, is 1 op is een 50ste van een seconde, of een 60ste, dichtst bij de liggende waarde. Nu, op zo'n moment ben ik dan natuurlijk heel bewust met een bepaalde sluitertijd bezig. En dan kan ik mijn diafragmawaarde ofwel op automatisch zetten met de A, of ik kan een bijpassende diafragmawaarde kiezen en dan in de zoeker kijken naar mijn lichtmeter, naar de indicatie van mijn lichtmeter. Ah ja, belangrijk nog, onder deze sluitertijdknop zit ook een selector, zoals dat er hier onder de ISO-waardeknop zat voor de drive, zit er ook een knop die eigenlijk de lichtmeter gaat gaan instellen en kun je wisselen tussen een matrixmeting, dat hij gemiddelde neemt van verschillende vlakken, wat ik het meest gebruik, of spotmeting of centraalmeting en nog iets anders. Maar dat is natuurlijk enkel de manier waarop dat de lichtmeter uw licht gaat meten. Bij de spotmeting gaat hij één puntje in uw beeld gebruiken. Centraalmeting voor portretten soms geschikt dat hij vooral op het midden gericht gaat meten. En dat hangt ook samen met deze knop. Als je automatisch, die knop gebruik ik eigenlijk bijna nooit, omdat dat enkel handig is als je met een automatische belichting werkt. Als je met een automatische belichting werkt, kan je hiermee dus 1 of 2 of 3 stops over of onder gaan belichten en stops van een derde van een stop. Maar dat heb je niet nodig als je manueel belicht, want als je manueel belicht kun je gewoon in je zoeker kijken naar je lichtmeter, naar de indicatie daarvan en je instellingen gaan wijzigen om niet het midden uit te komen, maar om zoveel stops onder of over het midden uit te komen. Dus dat kun je perfect doen zonder deze knop te gebruiken. Deze knop gebruik ik enkel wanneer ik in hele uitzonderlijke situaties met automatische instellingen werk. Dus dat gebeurt bijna niet. Voor een video zou ik dat durven gebruiken bijvoorbeeld. Dan, dus als ik die sluitertijd, was ik aan het uitleggen, als ik die niet gebruik, als dat niet mijn voornaamste instelling is, dan zal de diafragmawaarde de bepalende instellingen zijn. Met de diafragmawaarde, ik heb ook afzonderlijke video's waarin ik uitleg wat dat effect is van de sluitertijd en wat het effect is van de diafragmawaarde op uw beeld. Van die sluitertijd hadden we het vooral over de bewegende onderwerpen en dergelijke meer. Bij diafragma is meer de scherpe diepte, dus hoeveel dat er in uw beeld echt scherp is nog. En eigenlijk bij zo goed als alle Fujifilm, bij heel veel Fujifilm lenzen heb je nog echt een diafragmaring, dus kun je hier met die diafragmaring mooi gaan je diafragma instellen. Het gemakkelijke daaraan is dat je ook echt op je lens dan kunt zien welke diafragmawaarde je gekozen hebt. Nu, eigenlijk dat is enkel voor de Fujifilm lens met een R in de aanduiding. Er zijn een aantal Fujifilm lenzen die die R in de aanduiding niet hebben, in een type aanduiding. Dat zijn lenzen waarbij dat die diafragmaring er niet meer op staat. De XC lenzen bijvoorbeeld hebben zo geen diafragmaring.
En zo zijn er nog een aantal. Nu in de plaats van hier dan je diafragma op die ring in te stellen, moet je dan eigenlijk met een van die twee instelwieltjes werken. Het nadeel van die instelwieltjes is dat je dus niet op het oog zonder in je zoeker of op je beeld te kijken kunt zien wat dat de gekozen waarde is. Je moet altijd in de zoeker of op het display gaan kijken wat dat op dat moment de gekozen waarde is. En zo goed als al mijn lenzen hebben die diafragma ring, dus ik gebruik die functies hier en gebruik ik bijna nooit. Maar dan kies ik dus opnieuw een diafragma waarde hier op mijn lens. Als het echt nodig is, heel soms durf ik, als ik echt heel bewust ben, bijvoorbeeld een hele dag op diafragma 2 fotografeer, zou het kunnen dat ik, en mijn belichting wisselt heel vaak, dan kan ik de automatische shutter gebruiken. Dat is opnieuw hier op de A zetten. In plaats van een specifieke waarde, en dan gaat hij automatisch de sluitertijd gaan kiezen die goed belicht hoort bij de gekozen diafragma waarde. Dan zou ik deze knop dus wel nodig hebben. Hè. Als je volledig automatisch met een Fujifilm camera wilt werken, op de X-E3 heb je zo nog een knop dat je kunt omschakelen naar autostand. En in de autostand zal dan alles automatisch gaan afhankelijk van wat je hier allemaal ingesteld hebt. Bij de X-T1, T2 en T3 is dat niet. Daar moet je eigenlijk elke knop afzonderlijk op de A gaan instellen. Dus je hebt de sluitertijd en de ISO-waarde die je al twee op automatisch kunt instellen. En ook op de lens kun je de diafragma-waarde hier ook op automatisch gaan instellen. Dus zo is de camera eigenlijk automatisch belicht. En daarmee hebben we zo goed als alle knoppen die ik gebruik op deze camera besproken, denk ik. Ja, dus als je de menu gaat bedienen, is dat met deze knop hier op de achterkant. Hier zit nog een knopje dat belangrijk is voor het wisselen tussen zoeker en LCD. Er zijn momenten dat ik alleen maar in de zoeker kijk, bijvoorbeeld dat ik het LCD dan uitschakel achteraan. Wat hebben we nog van knoppen? Ja, voor foto's weg te smijten en te bekijken achteraf. Nu, foto's bekijken op het moment zelf dat je foto's maakt is meestal geen zo'n goed idee. Je kunt beter concentreren op het maken van foto's. En alleen bij echt te twijfelen of dat een foto gelukt is, kun je, als je de tijd hebt, want eigenlijk vaak als je gaat kijken naar een foto, als je hem afspeelt achteraf, ga je vaak de kans om die foto opnieuw te maken gaan missen, omdat je in de plaats van hem opnieuw te maken eigenlijk aan het kijken bent of dat die gelukt is. Plus dat dit scherm niet zo interessant is, er zit hier een vlieg, dat scherm niet zo interessant is om scherpte op te beoordelen. Maar dat was het, dat waren de voornaamste instellingen voor Fujifilm, de X-T1, T2 en T3. Voor het maken van foto's, dus heel specifiek voor fotografie. Hopelijk is deze video wel gelukt. Bedankt voor het kijken en tot de volgende.